Goedenavond, dames en heren. Welkom bij onze event vandaag, onze masterclass Dynamisch Traden met Turbo24. Mijn naam is Salah Boumidi, ik ben Head of Markets hier bij IG. En wij hebben vandaag een gast waar ik echt blij mee ben, Marco. Goedenavond, Marco. Goedenavond. Goed. Ja, ik hoop dat jullie ons kan horen als daar nog iets is. Alsjeblieft graag de chatfunctie gebruiken, dat ook doorheen de event vandaag. Als jullie vragen hebben, graag met ons praten. Ik ga nu even naar de riskwaarschuwing. Dat moeten wij even nog doorgaan. En dan ga ik ook de woord aan Marco wedergeven. Dus de riskwaarschuwing die komt nu. En dat is het. Natuurlijk, dat weten jullie. IG biedt een enkel uitvoerende dienst aan. Tijdens deze webinar is dat hier geen beleggingsadvies of aangebod. We zijn hier educatief vandaag onderweg. En dat gaat hier over turbo's en hoe je met turbo's interessant dynamisch kan handelen. En iedere vorm van beleggen is natuurlijk risicovol. Alsjeblieft, dat altijd weten. Als jullie daar vragen nog hebben, daarvoor staan wij ook hier en de klantenservice van IG. En hiervoor ook nog een kleine opdracht geven. Deze webinar wordt ook opgenomen. Dus dan heb je ook nog later tijd in het IG Academy. Ook hier voor de discussie te kijken. Maar als er vragen zijn, hartelijk welkom. Wij staan met elk antwoord voor jullie hier. Marco, ja, ik ben echt blij een collega en vriend van het beursvloer ontmoeten. Deze tijd in een webinar, in een event. En ja, misschien ga jij nog even beginnen met een beetje jouw biografie, hoe jij bent. En ik weet zeker dat je een interessante handelaar en persoon bent, maar dat weten de mensen hier nog niet, denk ik. En vraag de woord aan jou. Oké, nou ja, in ieder geval welkom bij de webinar. Mijn naam is Marco, achternaam is Paulus van Pauli. Ik zal even een korte introductie geven wat ik zoal gedaan heb tot zover. Zoals je kunt zien, in 1998 ben ik begonnen bij ING Investment Management, hier in Den Haag, als buy-side trader. Dat houdt eruit in dat je dus grote pakketten aandelen verhandelt voor de beleggingsfondsen van ING. Dus de institutionele kant van de markt. In 2001 ben ik de optiefloer opgegaan. Ik wilde nog net het laatste jaar meepakken van de optiehandel, van de open outcry. Wat ook erg interessant is, heb ik heel veel geleerd. Vervolgens ben ik in 2003... Na het sluiten van de optiebeurs ben ik naar van de Amerikaans daghandelbedrijf gewerkt, SwiftTrade, waar je dus puur gaat daytraden met aandelen de hele dag. Dus 200-300 transacties per dag. Dus je bent behoorlijk intensief, je maakt behoorlijk lange uren, maar je leert dus heel erg veel over de daghandel en de short-term trading. En dat heb ik een paar jaar gedaan. Ik ben in 2007 ben ik naar Robeco geweest. Daar heb ik een jaartje binnen daar beleggingsspecialist geweest voor Robeco. Ik heb er vermogende klanten bij gestaan met het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. En een jaar later ben ik op bezoek van ABN AMRO ben ik bij ze komen werken. Ze is ook een goede trader. Dus ik heb daar een aantal jaar gewerkt, een jaar of zes, in de dealing room in ABN AMRO, nog de Boezel Marlaan. Ik heb ook heel erg veel geleerd van die kant van de markt. En in 2014 ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Met mijn eigen kapitaal handel ik momenteel. Ik doe long-short aandelen. Futures doe ik daghandel en uiteraard optieposities op de index. Ik heb me aangesloten via Better Options in Amsterdam, een beurspartij. Dat is wat ik momenteel doe. En wat we gaan doen vandaag, het doel van de avond, is een andere kijk krijgen op trade entry en exit management. Wat vaak is, wat ik weet van heel veel traders, die hebben vaak maar één entry punt en één exit punt. Of ze hebben een bracket, of ze zeggen, ik ga er hierin. Hier is mijn stop loss en daar is mijn profit taker. En dat is het dan. Daar gaan we vandaag naar kijken hoe we dat iets anders zouden kunnen gaan doen. We gaan wat creatieve ideeën opdoen daaromtrend. Zodat we allemaal enthousiast aan de slag kunnen gaan met turbo's onder andere. Ja, mooi. Wat ik nog even wil zeggen, Marco, daarom vind ik het graag dat je vandaag hier onze gast bent. Jij bent echt gediversifieerd. Jij hebt de perspectieven van particuliere handel. Je hebt de perspectieven van grote partijhandel. En dat heb ik vaak in discussies met jou ook gevoeld. En dat heeft mij ook veel de ogen weer geopend. Ook als je dat weet. Maar duidelijk is communicatie. En dat, denk ik, is een goede waard. Wat wij ook vandaag hier kunnen erkennen.
verschillende perspectieven die belangrijk zijn, dat je participanten in het markt ook kent, hè? Nou, zeker waar. Het is natuurlijk zo dat de beurs heeft natuurlijk heel veel verschillende spelers. De smart money, het grote geld, dat zijn dus vaak of eigenlijk de institutionele partijen, en zoals hedge funds, grote investeringsmaatschappijen, banken aan de ene kant, dat is de smart money, maar zij bepalen eigenlijk waar de beurs aan gaat. En de retail kant van de markt, in feite wat ik nu dus doe, en wat u ook bent, de retail kant van de markt, nou, dat zijn mensen die vaak met eigen vermogen gewoon een centje bij proberen te verdienen. En in sommige gevallen proberen ze daar samen hun boterham mee te verdienen. En die markt die is enorm in beweging de laatste tijd. Veel mensen die zien we steeds meer interesse krijgen in de beurs. Op je spaargeld krijg je natuurlijk helemaal geen geld. Je moet eerder geld betalen. Dus mensen zoeken een alternatief. En het is ook leuk. Het is natuurlijk heel erg toegankelijk geworden de laatste 20 jaar. Omdat de technologieën het toelaten. Dat de particuliere mensen gewoon lekker kunnen handelen op de beurs via allerlei systemen. Waar het dus eerder, vroeger in de tijd, eigenlijk alleen maar besteed was aan professionele partijen. Dus vandaar dat het zit in een enorme vlucht. En wij zien ook op de beurs zien we heel veel mensen die langs willen komen om gewoon wat meer te weten erover. En daarom doe ik ook met dit webinar, zodat ik misschien iets van mijn kennis en ervaring over kan dragen, hoe er zeg maar vanaf de andere kant wordt gekeken naar de beurs. En daar op verschillende punten is het echt verschillend met wat de doorsnee retail trader, hoe die naar de beurs kijkt. Dus en daar gaan we het een beetje over hebben vanavond. Ja, en misschien voor wij het daarover hebben, ben je zeker benieuwd, dat was ook een vraag die jij meegesteld hebt, wat voor een type trader eigenlijk onze deelnemers vandaag zijn. Wij hebben hier een pool georganiseerd en die ga ik nu launchen. En ik ben heel benieuwd. Iedereen heeft nu de kans hier een quick pool mee te maken. Wat voor type trader ben je? Ben je dagelijkse daytrader? Zeer korte termijn ben je een swing trader die een paar dagen tot weken een positie gaat opbouwen en dan opent sluit? Of ben je gewoon een belegger, dus een lange termijn trader? Ik ben hier benieuwd wat de mensen zeggen. Een goede antwoord is alle drie. Ja, dat kan ook wel. Dat hebben wij nu niet aangedaan, maar dat is het goede. Organizers en panelists. Wij kunnen niet voten. En wij hebben al eigenlijk de vijf. Ja, geef mij nog een beetje tijd. Rond 80% heeft al gevoten. En geven we ons nog een klein. Wat verwacht jij eigenlijk, Marco? Wat denk jij? Wat ik verwacht eigenlijk. Ik denk dat het superkorte daytraden, zeg maar scalpen, wat vroeger scalpen was, ik denk niet dat heel veel mensen dat doen. Het kan natuurlijk wel. Dus wat ik eigenlijk verwacht is dat mensen, zeg maar, hele korte termijn swingtraden. Laten we zeggen, posities aannemen voor een dag, misschien 2-3 dagen max. Maar ik denk niet langer dan een week. Dus zeg maar, net zeg maar, in die intraweek tijd, ongeveer 2-3 dagen, denk ik. Goed, ik ga even kijken, kan ik de pools even laten zien eigenlijk? Ik zie wel momenteel, kan ik die even laten zien? Kan dat even? Niet, maar ik zie wel... We zijn wel een spanning, Salah. Sorry? Ja, ik zie wel dat wij nu... Collect response. Close. Ja. Share. Ja, dat kan ik ook sharen. Hier. Dat zien jullie toch? Wat voor trader type trader ben jullie? Hier zijn de poll results. Zie je dat, Marco? Nee, zie ik niet. Oh ja, tuurlijk. Dat moet ik even laten zien. Ik ga even hier mijn scherm met jullie delen. Ja, ik kan het zien. Nu kan je dat zien? Oké, 67% is een day trader, cirkel de termijn. Ja, precies. Swing trader, een paar dagen per week inderdaad, 7% en we zitten in het lange termijn. Oké, dat is interessant, want zeer korte termijn. Wil dat dan zeggen dat men 10 trades per dag doet, of 15 trades per dag? Of wil dat zeggen dat men 's ochtends een positie inneemt en daar 's middags weer uitgaat? Of heeft men een bepaalde target voor ogen? Daar ben ik wel benieuwd. Dat is geen polvraag, maar daar ben ik wel benieuwd naar. He, want als je een daytrader bent, als je één trade per dag doet, dan ben je 15 daytrader.
dure teamverdag, dan ben je er ook. Dus en wat is die zeer korte termijn? Hè? Is dat echt zeg maar, met een hoge leverage een korte beweging pakken? Of is dat met een minder grote leverage proberen om een langere beweging te pakken? Dat is wel, ja, ben ik heel erg benieuwd naar hoe mensen daarin zitten. Ja, mooi. Ik heb het een beetje verwacht dat wij hier veel daytraders erbij hebben, natuurlijk. Ja. Maar het is een goede middel. Dat is mooi, want juist kijk, weet je, de lange termijn, laten we zeggen swingtraden, weet je, wat ik dus zelf ook doe, voornamelijk met opties. Als je gaat kijken, als je dus posities aanhoudt voor een week of voor een paar weken, ja, dan heb je zo'n andere criteria die je gaat selecteren om je trade aan te gaan. Zijn we in principe vrij snel uitgepraat, want zo heel spannend is dat niet. Maar daytraden, dus met intraday, ja, dat heb je natuurlijk veel meer spannende punten die je kan selecteren waarop je een trade aanhoudt. En dat is natuurlijk ook spannender, hè? Omdat je vrij snel je resultaat krijgt. Dus daar kunnen we wat mee, daar gaan we zeker mee aan de slag. Nou, sowieso, taak 1, deel 1, taak definiëren van een daytrader. Daar ga ik het even kort over hebben, hoe en wat. Wat is nou de bedoeling? Wat doet een daytrader? Wat is belangrijk? Bij punt 2, referentiepunten en marktstructuur herkennen. Nou, dat is eigenlijk een beetje de kern. Dan gaan we eens kijken waar zeg maar, echt de punten liggen die dermate relevant zijn, waar je echt een beweging kan verwachten in de markt. Hoe kan je die herkennen en hoe kan je daarop inspelen? Ik ga het even kort aangeven hoe of wat. 3, doen we statisch versus dynamisch traden. Nou, dat is eigenlijk een beetje de titel van het webinar. De meeste mensen, wat ik zie, en zeker aan de retailkant, dat zijn statische traders. Terwijl dynamisch traden, wat ik dus uitleg hoe je dat het beste kan doen. Even kort. Maak we even kort. Wij kunnen jouw presentatie niet zien. Kan je even... Je kan mijn presentatie niet zien, is dat zo? Nee, ja. Wacht even. Ga ik jou... Heb je hem uitgezet zo lang? Nou... Kan het niet? Ik druk erop. Oh. Nu heb je die denk ik weer. Ja, sorry. Nu doet hij het. Sorry. Dat was een kleine foutje van mij. Dat gaat op mijn kant. Sorry. Oké. Ja, we zijn hier geweest. Taak definiëren, precies. Referentiepunt. En ja. Iedereen ziet het ook weer. Het zijn, ja. Ik zie jullie. Oké, top. Dus als derde punt gaan we dus bespreken het statisch versus dynamisch traden. 4, de entry en exit zones optimaal benutten. Dus als je eenmaal voor jezelf hebt besloten van nou, hier ga ik het doen, hier ga ik een trade plaatsen. Hoe ga ik dat doen? Ga ik alles in één keer doen? Ga ik het delen? Is er überhaupt wel over nagedacht? Dus daar geef ik wat suggesties hoe we dat het beste kunnen doen. Punt 5, stop los nemen en winst. Of de stop los en de winst nemen. Hoe gaan we daarmee om? Ik weet ook dat een heleboel mensen eigenlijk liever ben ik over willen praten over stop los. Ja, nee, dat is wel vervelend. Hè? Als je het continu wordt uitgestopt, dan word je natuurlijk heel erg geconfronteerd met je eigen beslissing, met je eigen ongelijk. Heel vervelend voor heel veel mensen, ook voor mij. Maar ja, het moet wel. En winst nemen, wat eigenlijk een stuk lastiger is. Daar gaan we het ook even kort over hebben. En als punt 6, de lage volatiliteit, die we eigenlijk al meer dan 10 jaar zien in de markt. Het is lastig om daarop te treden. Als je ziet dat de ranges gedurende de dag eigenlijk steeds krapper worden, valt natuurlijk veel minder te doen. Waardoor mensen meer risico gaan nemen om toch nog iets te verdienen, met alle gevolgen van die invaag. Dus we gaan daar even kijken wat we daar als alternatief voor kunnen doen. Nou, gaan we naar het volgende. Taak van een daytrader. Uiteraard het beschermen van kapitaal. Oh ja. Ik weet dat mensen als allereerste willen horen altijd van hoe kan ik het meeste geld verdienen? Logisch, natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste van een trader, uiteraard ook van een daytrader, is het beschermen van je kapitaal. Heel simpel, als je geen kapitaal meer hebt, dan kan je niets meer. Dan moet je wat anders gaan zoeken. Dat is niet leuk. Mensen hebben zijn natuurlijk wel bang om geld te verliezen. Dus vaak als men 2-3 trades gaan fout achter elkaar. Of mensen raken in een soort van modus van nou ja, alles of niets. Die proberen met één grote positie alle vruchten te verdienen. Heel veel mensen proberen dat met alle gevolgen verdienen dat het meestal fout gaat. Dus hoe kan je het beste je kapitaal beschermen? Ja, maximale size per trade. Dat is denk ik een voor de hand liggende. Maar toch lang niet iedereen denkt erover na. En uiteraard stop-loss management. Maar over stop-loss gaan we later praten.
over de maximale size per trade. Ik zal eens even wat tekenen. Ja, het zijn honderden van boekjes over de maximale size per trade. Dus gewoon een voorbeeld wat ik doe, er zijn geen regels. Hè. Je leest dus, ja, de maximale size 10% van je kapitaal, of je maximale size 3% of 5%. Ja, het moet duidelijk zijn dat 10% wellicht wat veel is, maar wat een beetje standaard gebruikelijk is, is zeg maar 1 tot 2% van je kapitaal, wat je zeg maar per trade gaat riskeren. Dus laten we zeggen, je hebt een portefeuille van 25k. Als je daarvan 2% neemt, nou, dat is gewoon €500, wat je zeg maar per trade kan besteden. Dat is een tradegrootte van €500. Dus als je dat kwijtraakt, echt, is 2% van je kapitaal. Het is vervelend, maar het is overkomelijk. Hè? Je kan de volgende dag terugkomen wat te doen. Ja, en de truc wat hiermee is dat lijkt misschien niet veel, die €500. Maar zeker als je dus met derivaten werkt, turbo zijn derivaten of opties om te kiezen, heb je natuurlijk een leverage. Nou, stel hè, dat je één trade doet en die trade gaat fout. Dat is vervelend. Je doet er nog één, gaat weer fout. Dat is vervelend. Drie fout achter elkaar gebeurt niet heel snel. Kan ik je uit ervaring vertellen. Maar ja, als dan de vierde goed is en je pakt met leverage, kan je gewoon break-even spelen hier. En dan vervolgens ga je weer geld verdienen met een paar trades. Kijk, daar ligt dus een edge. Nou, als je vijf fouten achter elkaar hebt, vijf fouten trades achter elkaar, dat gebeurt zelden. Zelden. Als dat het geval is, dan moet je echt nagedenken over je strategie. Want dan klopt het dus niet. Dan moet je bijna je best voor doen om vijf fouten trades achter elkaar te doen. En net als je kind van vijf laten drukken. En zelfs die zal nog één of twee goede hebben van de vijf trades. Dus, en met dat in achterhoofd, van als je klein trade, en 2% dat is relatief klein, dan kan je 2-3 trades achter elkaar fout doen. Nou goed, dan kies je dit voor €1.500 op een kapitaal van 25.000 euro. Soort van hè, dat je met de vierde of de vijfde trade dat redelijk recht weer gaat trekken. Haal altijd in je achterhoofd de risk-reward ratio. Dus wat ook vaak is met mensen, die laten het maximale stop-loss laten ze lopen. Als ze maar een klein winstje hebben, willen ze meteen die winst hebben. Dat is psychologisch, omdat je graag het goede gevoel wil hebben. Je wil graag het goede gevoel hebben van, oh, ik heb winst. Nou, ik wil mezelf daarmee belonen en ik ga eruit. Ja, wat gebeurt er dan? Dan schiet die markt verder. En heb je eigenlijk een rotgevoel omdat je eigenlijk had moeten blijven zitten in de trade. Dus dat is iets over de maximale size per trade. En het is psychologisch belangrijk, want dan weet je in je achterhoofd, met iedere trade die je doet, staat niet je hele kapitaal on risk. Dus je kunt niet alles verliezen. En dat is toch wel iets wat bij veel mensen een bepaald ongenoegen geeft. Hè, van ja, met deze trade, hoe als het tegen me ingaat, ik kan wel listig worden. Hè. En dan worden mensen zenuwachtig, worden mensen nerveus, de deur is er al met u. Als je weet, joh, als ik deze trade verlies, en van tevoren heb je eigenlijk al een soort van afscheid genomen van het geld. Joh, het kan gebeuren dat ik het verlies. Ja, dan kun je er veel makkelijk mee dealen als er ook daadwerkelijk gebeurt. En wat ik nog hier wil toevoegen, is dat je altijd moet denken in series van trades. Dus denk niet per trade. Nou, ja, je hebt één fout per trade gedaan, je gaat slecht, oké, dat kan gebeuren. De tweede, weer fout. Is niet leuk, natuurlijk, maar het hoort bij het spel. Dat is onderdeel van verliezen, is een onderdeel van trainen. En als je daar niet tegen kan, dan moet je iets anders gaan doen, zoals in Blizzard. Gaat het 3 keer fout, ja, dan wordt het misschien wat je van 3 keer, maar gaat het 4, 5 keer fout, dan ligt het zeer waarschijnlijk aan je strategie. Want 5 keer achter elkaar fout, dan moet je echt je best voor doen. Dan moet je echt je best voor doen. Ja, wel. Goed, stop-loss management, wat ik al zei, daar gaan we het later even over hebben. En als tweede natuurlijk, de tweede taak van een trader, niet onbelangrijk, het vinden en benutten van de meest efficiënte entry zones tegen het minst mogelijke risico in de daarvoor meest geschikte timeframe. Is een mooie volzin, daar heb ik lang over na moeten denken om hem zo neer te zetten. Over timeframes kan ik vrij kort zijn. Het mag duidelijk zijn dat iedere trader, en zeker omdat ik zag dat ongeveer 67% van jullie vindt zichzelf een short-time day trader. En dan ben ik al bang dat er een heleboel mensen zitten te kijken op een grafiek onder de 5 minuten. En mensen die nu lachen, die weten donders goed wie het zijn. Als je op een 1 minuut grafiek kijkt, of op een 3 minuten grafiek kijkt, dan snij je jezelf gegarandeerd in de vingers. Dus ik ken eigenlijk niemand, en ik ken heel veel traders, heel veel goede traders. Er is niemand die ik ken, of ooit heb gekend, die op zo'n korte timeframe consistent geld kan verdienen. Dat gaat niet. En waarom gaat dat niet? Omdat je vecht tegen algoritmes. He, dus je hebt enorme ruis op de short-term timeframe. Op de 1 minuut vooral, op de 3 minuten, 5 minuten is dan iets beter. Of vooral op de 1 en de 3 minuten, zoveel ruis.
ja, joh, dan word je continu uitgestopt met een beetje stoplos. Continu, en ik snap wel dat je in je emulografie overal verschillende candlesticks formaties ziet, overal head and shoulders, overal dubbele toppen, ja, dat is niet zo gek. Maar dat is dus de wereld van de algoritmes, dat is de wereld van de market makers, en dat verlies je. Dat is heel simpel. Dus je moet niet meedoen met een spel waar de odds zo tegen je zijn, met 99%. Weet je, waarom zou je dat doen? Het is misschien spannend en het is bewegelijk, maar consistent geld verdienen, op echt op de short term, vergeet het. Weet je, dan ben je liquidity provider voor mij bijvoorbeeld, of voor andere jongens in de markt. Dat moet je niet willen. Dat moet je echt niet willen. Dus wat doen wij? Wij kijken, hè, en dan heb ik het over intraday. We kijken natuurlijk eerst op de grote timeframe. Dat wil zeggen, op de monthly en de weekly kijken we voor de grote levels. En dan kijken we naar de dailies en dan kijken we naar de hourlies. En echt intraday, kwartier, grafiek en soms de 5 minuten. Als ik het echt, iets echt wel uitvergroot, maar onder de 5 minuten absoluut niet. Ik zie al eerst interactiviteit, omdat dat is een heel belangrijke thema natuurlijk, sensibiliteit ja. Ook. Ik zie eerste deelnemers die zeggen ik gebruik 15 minuten, 60 minuten. Anderen zeggen een uurtje, 4 uurtje, een dag. Wat zeg jij daar? Is dat is nu geen een vraag of dat goed of slecht is. Dat heb jij ook zo niet gezegd natuurlijk. Maar natuurlijk, als wij in heel korte timeframes gaan, dan wordt het moeilijker en moeilijker. Voor een beginner sowieso. 240 minuten ook. Maar daar ben je ook, dat zijn zo jouw richtingen, zeg ik. Maar... Kijk, iedereen moet dat in principe voor zichzelf bepalen. Kijk, ja. Als u wel iemand bent die op de 1 minuut gebied geld kan verdienen, heel knap. Vertel maar even hoe het gaat, want mij lukt het niet. Dat gaat het niet. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat je verschillende spelers in de markt hebt. He, op die hele korte timeframes, zeker onder de 5 minuten timeframe, algoritmes, die killen je. Marketmakers, vooral het eerste uur en het laatste uur van de beurs, dat is eigenlijk het domein van de marketmaker, die zijn posities moet rechttrekken. Dus wil jij daarin meedoen? Dat kan, natuurlijk. Maar is het heel slim? Ja, ik weet het niet. Op de lange termijn denk ik niet dat het in je voordeel werkt om op de korte termijn te zitten. Maar... Als je op de larger timeframe zit, dan wil zeggen, het is altijd met de 60 minuten en de daily zit. Als die levels doorbreken, dan komen andere spelers in de markt. Dan trek je zeg maar de aandacht van de grote jongens. Vooral natuurlijk als je op de weekly weerstand of steun zit, of op de monthly zit, of de all-time high zit, waar we nou het allemaal tegenaan kijken in Amerika. Ja, dan komen hele andere spelers in de markt. Dus zeg maar, hoe kleiner de timeframe, hoe kleinere spelers. En die willen zeggen dat algoritmes kleine spelers zijn. Op 5 minuten grafieken en alles, daar zitten meer daytraders naar te kijken. En die maken de markt niet. Die zetten geen grote beweging in gang. Maar wat wel is, op een hourly grafiek voor intraday, of een kwartier, of de daily high-low, en daar komen we zo op, ga ik uitleggen hoe je daar naar moet kijken, komen er andere spelers bij. En die drukken hem door. Dus de beweging, de acceleratie van die beweging is groter als een groter timeframe level wordt doorbroken. En dat is hetgene waar je als daytrader op moet wachten. Inderdaad. Marco, dat wil ik even nog duidelijk zeggen. Dat wil ik ook nog één keer duidelijk maken. Ja. Ik zie ook eerst de feedback. Jij legt het heel goed uit, duidelijk. Dat vind ik, dankjewel aan de audience, vind ik ook. En B, wat ik nog duidelijk wil zeggen. Tuurlijk kan je in 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten even kijken. Gaat daar een nieuwe momentum beginnen? Ja, en dat dan continuering in uurtje, dagen en weken, dat kan je wel gebruiken. Wij praten nu over wat jij zegt is, het handelen op deze timeframe is iets wat je ja, niet voor houdt. Maar misschien kijken of daar een momentum begint, ja tuurlijk, waarom niet? Ja, het is dus puur, kijk, om het even nog simpeler te zeggen, denk ik, het beste wat je moet doen is, wat ik eigenlijk al tegen iedereen zeg, is je moet niet nadenken als de beurs open is. Je moet nadenken 's avonds. Of in het weekend. Dan ga je nadenken over de trades. Van oké, op welke level stop ik in? Dat wil zeggen, als je dus in het weekend of nu s'avonds zit je naar je chart te kijken. Hoe gaan we morgen? Waar liggen de belangrijke levels? Waar liggen de highs en de lows? Waar liggen de weerstand en de steunniveaus? Op de grotere timeframes. Nou goed, dus als de beurs open gaat, het enige wat je doet, is je orders uitvoeren. Een trader is niet meer of minder dan iemand die orders in de markt legt. Want dat komt verder helemaal niks bij kijken. Het enige wat je doet is, je pakt je muis. En je klikt op buy of sell. Dat is wat een trader feitelijk doet. Eigenlijk ben je meer analist. Een analist die denkt na en die gaat de markt analyseren. Gaat trades
construeren in feite. Je gaat trades in elkaar zetten met de bracket, met je stop-loss erbij en alles. En als de markt overgaat, dan zet je gewoon je trade in de markt. Dus in feite wat je doet, is je maakt een pakketje als trade zijnde. De beurs gaat open, de beurs komt op jouw level, dat je denkt, nou, hier wil ik erin. Het enige wat je doet is klik, je legt je order in de markt en je wacht af hoe dat zich uitpakken. En zeker wat we straks gaan bespreken met de dynamische treden, dan heb je verschillende levels die je in kan leggen in bepaalde zones waarin jij denkt, waar je een positie op wil bouwen. Dus dat is wel een andere manier van naar de markt kijken. Want als de beurs open gaat, wat heel veel traders doen die net beginnen, de beurs gaat open, ze dus doen een laptop open, ze kijken naar de chart, 5 minuten, en dan gaat het op en neer, en dan zien ze allerlei formaties, de candle. Oh, ik zie dit, ik zie dat, ik zie head and shoulder, oh, dan gaat de neckline gaan breken, oh, ik ga mee, oh nee, het gaat fout niet, oh. Dat wordt helemaal rol, dat wordt maturenluurs. Terwijl als je uitzoomt op een grote timeframe, dan zie je eigenlijk, als je zo aan het inzoomen bent, het zijn kruimeltjes waarnaar je aan het kijken bent. Kruimeltjes, dat heeft nul waarde. Laat het over aan de algoritmes en aan de marketmakers en jongens die echt afhankelijk van de spread zijn. Dus dat is een tip wat ik wil geven aan mensen die heel kort op die markt zitten. En ik heb het ook geprobeerd hoor. En ik ken heel veel jongens, hebben het ook geprobeerd. Het lukt gewoon niet. Consistent geld verdienen op een short time frame, erg lastig. Ik herinner mij aan 16 jaar geleden toen ik begonnen heb. En jij precies, jij praat, ik ben echt eens met jou. Het was natuurlijk frustrerend om in 30 dagen daar verder te komen. En nu, natuurlijk, heb ik mijn eigen stijl, mijn eigen trading methode. Maar die zitten ook niet op 1 minuut. Ook niet op 5 minuten. Dat is precies wat je zegt. Nee, inderdaad. Hè. En als je dus weet dat zeg maar op grotere timeframes komen de grotere spelers de markt in. Denk nog niet dat grote hedge funds of grote investeringsfondsen of noem het op, grote partijen, dat ze zich gaan druk gaan maken over 5 minuten gebieden of over een kwartier gebieden. Zeker over 3 minuten. Die houden een kruid erop. Als echt relevante levels doorbreken, dan pompen ze het geld in de markt in. En dan zie je ook vaak dat de markt acceleratie krijgt. Nou, dat zijn de punten die je als trader wil hebben. En ook als retail trader kan je er participeren. Alleen je moet weten waar die punten zijn. Daar komen we zo. Want je wil gewoon die beweging hebben. Want het is zonde om telkens in die intraday hele kleine moves te pakken. Want je gaat ook die verliezen. En als je verliezen bijna even groot zijn als je winsten intraday, ja, dan kan je bijna geen geld verdienen. Dat is erg lastig. Dus we zijn nu aangekomen bij de referentiepunten en de marktstructuur. Wat ik al eerder aangaf. Wat we in feite doen, is we moeten wachten op een shift of momentum. En wat ik daarmee bedoel, met shift of momentum, is dat de markt dus echt naar de volgende level gaat. Hè? Want de markt is ongeveer 70% van de tijd in balans. Dat zal ik zo tekenen. En op een gegeven moment zijn er bepaalde punten waarin een omslagpunt komt, of naar boven of naar beneden. En die omslagpunten, ja, kan je zien aankomen op een gegeven moment. En waarom is dat belangrijk? Dat wordt zo duidelijk. Welke referentiepunten worden er gebruikt om deze marktniveaus te identificeren? Wat ik ook even laat zien is dat een trading sessie van de voorgaande dag erg belangrijk is. En wat ik net al zei, de acceleratie en momentum in combinatie dus, hè, met de leverage van je turbo. Ja, dat geeft natuurlijk de optimale trade gedurende de dag. Maak ik even wat ruimte om wat te gaan tekenen. Je hebt de pen. Ja, jouw tekeningen ken ik goed. Ik heb veel van jouw tekeningen gehouden en geleerd ook. Dat is ook goed hier vandaag. Wat is een trading range? Ja. Dit is een gebalanceerde markt. Hè? Dit kun je zien op je 5 minuten grafiek. Maar dit kan ook een daily grafiek zijn. Dat doe ik even niet toe. Dit is een gebalanceerde markt. Ja. Wat we natuurlijk allemaal, ik vroeger ook, hè, wat heel veel mensen willen. Hè, we kopen hier, we verkopen daar, we kopen hier, hier gaan we short, enzovoort, enzovoort. Nou, lukt je dat? Zeer waarschijnlijk niet. Lukt mij dat? Nee, dat lukt mij ook absoluut niet. Nou, heeft het zin om hier wat te gaan doen in het midden? Dat denk ik niet. Als je ziet wat de upside en de downside risk is hier, is dit niet de ideale markt om in te treden. Dus waar wachten we wel op? Wat is wel interessant? Nou, nogmaals, wat dit dus de zijde van de markt is. En hier blijven we uit. Wat is dan de shift of momentum? Nou, dat kan onder andere zijn aan de bovenkant. Hè, de markt komt hier weer vandaan. Laat hier een beetje rondhangen. Hij breekt door naar boven toe. Nou, interessant. Wat doen heel veel mensen? Of ze kopen mee, dat ze denken dat het verder omhoog gaat. Of ze gaan shorten hier met de gedachte van nee, en gaat terug. Nou, dat weet ik niet. Niemand weet dat. Maar als we een pullback zien,
En dan schiet hij door. Nou, dan kunnen we dit dus, op dit punt, dit is de shift of momentum. Hier kiest hij daadwerkelijk een richting om een nieuwe balans te zoeken in de markt. En hetzelfde gaat uiteraard aan de onderkant. Als je terugschiet, hup, kleine pullback en daar gaan we doen. En persoonlijk handel ik nooit op de eerste doorbraak. Persoonlijk doe ik dat meestal op de derde. Om gewoon meer een soort van zekerheid te krijgen. Waardoor je dus met je stop-loss handiger uitkomt. Maar goed, deze momenten is dus een breakout van de markt. Wat dus een shift of momentum is. Dus zeker als het een daily candle is. Nou, ook een weekly candle. Dan wordt het veel relevanter. Maar als het op een 5 minuten gebeurt in HD. Ja, kan het ook een shift of momentum zijn voor die dag. Op de 1 minuut grafiek zou ik het negeren als ik heel erg ben. We alles weghalen hier. Nou, welke we ook zien natuurlijk. Hè? Stel, de markt komt van beneden. En dan krijgen we dit. Dit komt iedereen bekend voor. Dit is een bearplek. Hetzelfde geldt hiervoor. Hè? De markt komt mee naar boven. Gaat op en neer. Hier hebben we de bullflag. Ja. En dan zit je dan achter je scherm. Nou, wat gaan we dat doen? Gaan we kopen hier? Gaan we verkopen hier? Gaan we hier kopen of verkopen? Ja. Iedereen die long zit te denken. Denkt van ja, de kopers zijn weg. Want als de kopers weg, dan zouden we verder omhoog gaan. Dus hier zijn de kopers weg. Ja, wat moet ik dat doen? Als ik ga kopen, ja, zie je wel. Dan gaat dit, dat weet ik vrijwel zeker. Dus je doet niks. Maar wat gebeurt er? Huppakee. Ja, of je denkt, nou, ik ga shorten hier. Hè? Zie je wel, alle kopers zijn weg. Ik ga lekker shorten hier. Wat gebeurt er dan? Tik, tik, boom. En dan ben je op weg. Dat is vervelend. Maar dat kan gebeuren. Dus hoe dan ook. Dit is de shift van momentum. Nou, wat je vaak ziet, is dat je een continuatie krijgt van de trend hier. Dit is een bullflag en dit is een bearflag. Mensen denken hier tegenovergestelde van, oh, en daar hangen hier. Zie je wel, we gaan gewoon weer lekker verder omhoog. Iedereen is er uitgeshaped, iedereen gaat weer verder omhoog. Dus we gaan kopen hier. En wat gebeurt er dan? Huppakee, dan ben je weg. Dat wil niet zeggen dat dit altijd het geval is zo. Hè? Dus je moet kijken van waar komt de markt van vandaan? Waar zitten we ten opzichte van gisteren? Gaan we een trendvoortzetting zien of niet? Eigenlijk gezegd, ja. Toch? Ja, dit zijn natuurlijk maar voorbeelden om aan te geven waar de shift of momentum, wat ik daarmee bedoel. Als je dagenlang maar in een bepaalde range zit, zo, ik doe gewoon maar even at random, maar wat zo. En dan die 100.000 zie je wel, oh kijk dit is, ik zie hier een dubbele top. Oh, hier zie ik er ook eentje en hier zien we een M-formatie. En hij gaat terug hier, oh misschien moet ik hem shorten. Zo zitten heel veel traders te denken. Of het nou een 1 minuut grafiek is of een 5 minuut grafiek. En zo zitten heel veel traders en ik weet dat. Dit is absoluut de verkeerde manier om te handelen, jongens. Echt waar. Als ik dit zo zie, naar mijn eigen tekening. Het enige wat ik doe is dit. Dan pak ik de highs en dan pak ik de lows. En wanneer zou dit interessant kunnen zijn? Als dit patroon wordt doorbroken, of aan de bovenkant of aan de onderkant. Dan pas ben ik bereid om mee te doen. Maar ik ga niet hier in zitten kloten. Wat voor mooie informatie zie ik hier ook zien? Wat mijn MACD me ook vertelt. Als ik die gebruik, niet meer stel dat je het gebruikt. Of wat je RSI ook vertelt. Dit is voor mij totaal niet interessant om iets in te doen. Dus als ik dit zie, eigenlijk ja, onder de 5 minuten, eigenlijk onder het kwartier, als ik dit zie, weet ik al van hier ga ik niet in zitten handelen. Absoluut kansloos. Nou, dan over andere referentiepunten gesproken. En dit is wat ik persoonlijk noem, zeg maar, de verticale analyse, hè? Want normaal gesproken als je naar candles kijkt of naar een chart of waar je naar kijkt, dat is meer horizontaal, hè? Dan moet je echt zo kijken van links naar rechts. Maar nu ga ik iets anders doen en dit is eigenlijk heel simpel. Dat is, laten we zeggen dat dit de sessie is van gisteren. Dit is de low van gisteren. Dit is de high van gisteren. Nou, laten we zeggen dat we hier geopend zijn. Ik kan het zo ook betekenen, sorry daarvoor. En hier zijn we gesloten gisteren. Dit is gisteren, of zeg maar de voorgaande sessie. Oké. Okay. Heel veel moeilijker hoef ik niet te maken. Dus hoeveel referentiepunten zien we hier? En laten we zeggen dat we vandaag openen. Hier. Dit is dus vandaag. Dit weet je van gisteren. En okay. Nou, wat weet je dan op dat moment dat je gaat openen? Laten we zeggen Amsterdam, 9 uur. Nou, dan weet je één ding zeker. We openen tegen de close aan van gisteren. Dus eigenlijk is er weinig veranderd overnight. We zitten redelijk tegen de high aan van gisteren. En hier ligt nog redelijk wat open. Dus ja. Ik heb alle kanten eigenlijk. Dus wat gaan we doen? Nou, de dag gaat voort. Ik krijg allemaal informaties te zien hier. Ja, goed. En dan gaan we dan wat doen. Hoeveel referentiepunten zien we hier? Ja, in feite 3 referentiepunten. De close van gisteren is zeker een referentiepunt. De high, absoluut. En de low, absoluut. De open van gisteren is niet meer zo relevant eigenlijk. Want dat is gedurende de dag, is dat eigenlijk niet meer relevant gemaakt. De open is meestal met het eerste uur van de handel. Dat noemen ze de initial balance, de IB in Amerika.
tot 10 uur, weet je, dan zijn de meeste posities wel rechtgetrokken door marketmakers. Dan zijn de meeste mensen, die hebben hun shorts gecoverd, of wat dan ook, zijn uit hun longs. Na het eerste uur begint een beetje de sweet spot voor daytraders. Sommige jongens doen het eerste uur, heb je meer volatility, meer risico, meer opportunity natuurlijk. Maar persoonlijk denk ik dat na de initial balance, na het eerste uur, van het tweede uur tot het derde uur, van mogelijkheden, de sweet spot is voor daytrading. En dat wil ik niet zeggen dat het eerste uur niet kan, want dat doe ik ook soms. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld, mag je een nieuw tekeningetje. Gisteren. Stel, we openen nu hier, dan openen we met een gap. En dat hier zijn maar de closes van gisteren. Hier openen we nu. Dan hebben we een gap. Nou, gaps vind ik heel interessant. Want er kunnen heel veel dingen gebeuren. Of je krijgt een continuatie van de trend. Hè? Of heel vaak, uiteraard, de welbekende gap close. Dus stel je wil long gaan. Nou, okay, op de opening, een heel veel mensen long, dat kan. Hè? Zelf doe ik dat niet, maar dat kan. Of je wacht totdat de gap gesloten is. Afhankelijk van hoe groot de gap is. Kijk, heb je een gap van 2%, wat vrij fors is, die wordt meestal niet gesloten. Het gebeurt wel eens, maar meestal niet. Het kan zijn dat die even wat terugzakt, dan is het erg lastig timen om hem op te vangen voor een long. Dus dan blijf ik meestal wacht ik dan totdat hij weer boven de opening is van die dag, om zeg maar, het bewijs te zien dat er echt nieuwe kopers in de markt zijn. Maar ja, stel nou, hè, je opent met een gap hoger en hij zag tot de high van gisteren. Maar dit is je eerste referentiepunt. Nou, hier zou je een longpositie kunnen aangaan, maar dan zag hij verder. Kom je bij je tweede referentiepunt, kom je bij de close van gisteren. Dat wordt lastig, vooral als je hier een long bent gegaan. Dan denk je, nou weet je, ik ben toch bullish vandaag, ik ga hem toch kopen. Huppakee. En dan ga je naar de low van gisteren. Ja, dan wordt het lastig. Dan moet je dus de hele range af gaan wachten van gisteren, om tot de conclusie te komen dat je misschien een beter short op kunnen gaan, of helemaal niks op kunnen doen. Dat is een vraag die je zelf kan afvragen. Dus nogmaals, er is geen rulebook. Van zo moet je het doen en dit is de manier waarop je het zeker geld gaat verdienen. Dat is er niet. Hè? Ik bedoel, als ik dit zo zou zien, zou het eerst bullish zijn. Want wat veroorzaakt een gap? Een gap wordt veroorzaakt door een imbalance in de markt. Omdat de overnight inventory, zeker bij futures, hè, want de handel gaat door naar beurs. Met aandelen is het veel minder betrouwbaar, maar van futures komt er een overnight inventory. Nou, dit wil zeggen dat er dus een overnight inventory die long is. Dus er zijn heel veel longposities opgebouwd, want anders opent hij niet met een gap hoger. Wat je vaak krijgt, is een inventory correctie. Dus die even iets terugschiet, daar heb ik meer over marketmakers, de inventaris moeten zich glad trekken. Wat er gebeurd is, krijg je vaak een continuatie van de trend. Niet altijd, maar wel vaak. Dus dat is iets waarop je met gaps vaak wacht. Hetzelfde gaat uiteraard voor de onderkant, als hier opent, inventory correctie, en dan gaat die vaak toch in dezelfde richting op. Als dat niet gebeurt, als je dus terugschiet in de range van gisteren, ja, dan zou ik toch heel erg op gaan passen bij mijn posities. Want dat wil dus zeggen dat dus die nieuwe zone waarin dus geopend is, dus gereject is. Hier zijn er dus kennelijk geen nieuwe kopers die hem verder omhoog willen kopen. Hier zijn er kennelijk geen nieuwe verkopers die hem verder weg willen drukken. Dus als je terugkomt in een range, dan wordt het vaak een vrij saaie dag. Dus dat zijn allemaal dingen om zomaar mee te nemen, om over na te denken. Zonder dat je dus helemaal blind gaat staren op allerlei candlesticks-formaties die er in feite niet zo heel veel doen. Ik vind het echt mooi dat we back to the basics, dat zijn drie variabelen die iedereen kent, ook als beginner, maar soms geef je niet meer zoveel waarde naar een high, naar een low, naar een close. Als je 100 miljoen high, low, closes gezien hebt, dan denk je, dat is intuïtief. Daarom vind ik het echt goed hoe jij dat even uitlegt en hoe belangrijk eigenlijk, toch? Closes. Ja, kijk, je hoeft het niet heel veel moeilijker te maken. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt van een paar dagen en je ziet dit zeg maar, gebeuren in je hub, en dan doen we deze er wel, iedereen helemaal in paniek. En in feite zie je dit van, zeg maar, van de afgelopen anderhalve week, en nu openen we hier. Ja, waar kijk je naar? Dat is deze low, dat is deze low, en dat is deze low. Dat is het eerste waar je naar kijkt. En dan weet je dus, oké, wanneer wordt het interessant om wat te gaan doen? In feite hierin, je tussendoor ben je gewoon aan het zwemmen. Kan je niks. Er is geen enkele reden om hier een long of een short te zeggen. Ja, we zitten hier lager dan gisteren. Ja, dat is waar. Maar ja, voor hetzelfde geld, kijk nu of er wat te halen valt. Is er niet. Dan schiet je omhoog en dan ben je geld kwijt. Dus in zo'n situatie moet je gewoon kijken. Oké, prima. Dit is even het eerste referentiepunt. Dit is de tweede. Dus je tussen is niet zo heel slim. Heb je geen edge om wat te doen. Als je dat verder weg zat en dan komt hieronder. Nou, dan wordt een ander verhaal. Dan moet je dus wachten op de shift of momentum. Dat die breekt. En voor de tweede keer dat je er vandoor gaat. Ja, dan kan je meegaan. Dat is een voorbeeld van waar de kracht in de markt komt. Hier komt er geen enkele kracht in die markt.
En hetzelfde geldt bij dit punt. Als je daar doorheen schiet, en zeker dus door deze highs, en dat zal waarschijnlijk niet op diezelfde dag gebeuren. Dus ja, als die markt zo zijwaarts gaat als hier, hey jongen, dit zijn gewoon geen goede dagen om te gaan daytraden. En daarom nu, want ik trade dan futures gedurende de dag, ja, ik doe 2-3 trades per dag, soms 5 max, soms doe ik ook helemaal niks als er niks is. Ja, dat is er maar zo. Maar ik ga geen trades zitten forceren op een kleine timeframe om er wat te doen. Dat is een trap waar heel veel daytraders invallen. Die willen zo graag wat doen, hè, anders voelen ze zich nutteloos of ze hebben het geld nodig, of veel erger. En dan gaan we het doen om iets te doen. Of dan denken ze dat ze iets interessants zien, wat eigenlijk zo short term is dat het risico niet waard is. Toch zo? Ja. Hè, dus dat is, ja, dat, dus het is het wachten. Kijk, een perfecte entry bestaat niet. Maar het is wachten op die referentiepunten in de markt die jou als trader de beste edge geven, dus de beste kans geven. Dat je alle odds zoveel mogelijk voor je hebt. En niet dat je in de middle of nowhere aan het zwemmen bent in de markt. En aan het kijken bent op je 5 minuten grafiek, op je 1 minuut grafiek. Van misschien zie ik wat. Natuurlijk zie je dan wat. Maar ja, dan is de edge meestal niet aan jouw kant. Dat is het. En speciaal als je niet de momentum gaat pakken. Of de accelerator van het momentum, toch? Ja. Ja, dat is dus wat het is. Waar zit die acceleratie van het moment in? Hè? En wat jij dus wil, zal ik één ding tekenen. En wat jij dus wil, hè, als jij dus inderdaad ziet dat die markt natuurlijk naar beneden gaat. Hij gaat een beetje hier omhoog en je krijgt een soort van bearflek idee. En je weet dat dit wel, hè, want heb je dus van het weekend heb je dat zitten bekijken. Dat als deze zone breekt, dit is laten we zeggen de monthly low, of de weekly low. Nou, als dit level breekt, dan komt er veel meer kracht in die markt. Als je dan meegaat, dat heeft veel meer sens dan dat je hier ergens gaat zitten kloten. Sorry voor mijn Nederlands, maar dat je hier gaat zitten pielen in het ding. In de hoop dat je me hier komt. Maar ja, die grote levels breken nooit, of bijna nooit in één keer. Dat gaat dus het is al back and forward het spel. Jij moet gewoon strijden op je handen zitten. Wachten totdat de acceleratie van het momentum komt, dat het level breekt. Dan niet meteen meegaan. Even wachten, als je echt confirmatie krijgt, dan kan je meegaan. Dan is de kans veel, heb je echt wind in de rug. Ja. Dat is lastig, hè? Want ja, dat kost tijd. En iedereen wil denken, iedereen wil traden. Want je bent trader. Dus iedereen wil gaan tikken, of gaan klikken, iedereen wil actief, wil posities managen en dit en dat. En dan gaat het graag fout. Omdat je zo graag iets wil doen. Inderdaad. Nu heb je ook over statisch en dynamische trading gepraat. Eigenlijk, dat is ook ons hoofdthema vandaag. Ja. Wat bedoel je eigenlijk? Precies met statisch en dynamisch traden. Dat is een heel goed punt. Daar komen we nu bij. Dus ik ga even kort aangeven. Wat zijn de referentiepunten? Hoe kijk je bijvoorbeeld naar de marktstructuur? En wat is relevant? Waar denk jij dat een optimale trade tot stand zou kunnen komen? Ja, ik hoop dat we dat een beetje duidelijker hebben kunnen maken. Het is allemaal niet heel gewikkeld. Dat hoeft ook niet. Je hebt geen tig indicatoren nodig om tot een goede trade-entry te komen. Helemaal niet. Je hebt gewoon bepaalde specifieke punten nodig. Om gewoon goed geld te kunnen verdienen. En heel veel moeilijker hoef ik echt niet te maken dan dit. Echt niet. Statisch versus dynamisch traden. Statisch traden. Ja, wat ik al aangaf. Heel veel traders. Die kopen of verkopen of die gaan een positie aan op één punt in de markt. Hè, daar hebben ze goed over nagedacht, hoop ik. En dan kopen ze iets of verkopen ze. Ja, dan gaan ze erover zitten wachten. Nou, laten we eens kijken wat er gaat gebeuren. Wat gebeurt er dan? Nou, de markt gaat tegen je in. Er wordt uitgestopt op je 5 minuten grafiek door de ruis, door de volatility, op een hele short term. Word je uitgetikt. En ja hoor, de markt draait om, gaat in feite de goede richting op en daar zit je. Goed gezien, verkeerd uitgevoerd. Nou, ik denk dat heel veel van jullie wel bekend voorkomt. Het gebeurt bij ook nog steeds. Te vaak gebeurt het nog, maar niet meer zo vaak als vroeger. Vroeger gebeurde het echt 10 keer per dag. Heb ik het toch goed gezien en dan ben ik eruit. Nou ja, dat is vervelend. Dus wees ervan bewust. Dus wat kun je er tegen doen? Ja, dat is een dynamische positie opbouwen. Of de markt gaat met je mee. Je pakt de winst. En dan ben je blij. En wat gebeurt er? Hup, hij schiet verder omhoog. En jij staat te kijken. En je denkt, ik heb 2 punten gepakt. En de markt staat 10 punten hoger nu. Ja, dus dat geeft dus opportunity los. Maar dat geeft ook frustratie. Want je zit de hele tijd te wachten op een entry. Krijg je een entry. Ben je blij dat je winst hebt. Ga je eruit. En vervolgens gaat die markt verder zonder jou. Heel irritant. Ja, dan dynamisch traden, wat ik al eerder een beetje aangaf. Dynamisch traden kent dus meerdere tactisch uitgevoerde scaling entries.
En scaling is een ander woord voor average of middelen. Waarmee dus de hele entry zone die je dus van tevoren hebt bepaald. Dus voordat de beurs open gaat, heb je voor jezelf gezegd, nou, hier wil ik positie hebben, hier wil ik positie hebben. En dan ga je uitrekenen van, oké, ik wil zoveel geld per positie wil ik aangaan. En die ga ik opbouwen en daar ga ik kopen. Straks ga ik uitleggen hoe dat eruit ziet. Nou goed, waar je dus de hele entry zone benut en uiteindelijk een betere gemiddelde prijs kunt krijgen bij een volledige fill van je positie. Als de markt toch besluit een andere richting te kiezen, is de trade niet meer geldig en heb je geen edge meer, hè, dan is de kracht eruit en dan word je uitgestopt. Maar dat is in feite niet erg, want als je een verkeerde trade doet, en dat kan, dat doe ik ook vaak genoeg, heb ik het gewoon verkeerd gezien, jammer dan. Als je dan wordt uitgestopt, prima. Dan gaat die markt verder tegen je in, prima, ik ben er toch blij. Wat vervelend is, als je wordt uitgestopt, hij keert om en hij gaat toch de goede kant op. Nou, dat moet je dus zoveel mogelijk zien te voorkomen. Entry en exit zones benutten door middel van scaling. Nou, wat ik net al zei, scaling wil zeggen middelen of average. Dus hoe meer je bedoelt, je hebt je positie, size, en die wil je dus zomaar zo daarna opbouwen, dat je gemiddeld een betere prijs krijgt en dat je de zone optimaal kan benutten. Wat je vaak hoort en leest, is dat mensen zeggen, nee, je moet nooit middelen, hè, middelen dat is slecht, want wat je met middelen doet, is het ontkennen van je slechte positie. Ja, dat doen mensen ook, dat is de verkeerde soort middelen. En wat je dan in feite doet, dan hoop je maar dat het goed gaat komen. Hè, je gaat long op 10, markt gaat 9, oh, ik koop bij, markt gaat naar 8, oh, ik koop er nog meer bij, want dan komt de prijs naar beneden. En dat is ook zo, markt gaat naar 7, naar 6, en dan moet je eruit. Ja, dat is natuurlijk niet de juiste intentie om te middelen, hè. Dat wil je niet. Maar wat je wel wil, is dat je in die zone die je op gaat bouwen, is gewoon de beste prijs kunnen krijgen. Nou, dat ga ik je zo laten zien. Dat heb ik al gezegd. En het is natuurlijk een utopie om te denken dat de markt meteen naar je veel de goede kant op gaat. Je ligt op de bid, je ligt in de orderboek. Nou, de markt komt naar je toe, je wordt gevuld. Jij bent de laatste die gevuld wordt en de markt knalt omhoog. Nou, hoe vaak gebeurt dat? Niet vaak. Het gebeurt wel eens, maar meestal gebeurt het niet. Meestal gebeurt het. De beurs blijft een beetje hangen daar, gaat een beetje tegen je in. Denk je, oh, gaat tegen me in, ik zit 2 punten scheef. Paniek breekt vaak uit bij mensen, oh god, het gaat weer tegen me in. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Het is veel slimmer om dus in die zone dus je positie op te bouwen. Nou, mocht de markt wel meteen de goede kant op gaan, dus je krijgt die veel en even later gaat het wel de goede kant op, maar ja, je bent niet voor je volledige positie ben je gevuld. Nou, wat je dan kan doen, is een reverse scaling doen. Dus je gaat het scalen als je er maar tegenin gaat. Als je met je meegaat, koop je met de markt mee. Als je short wil gaan zitten, dan verkoop je met de markt mee naar beneden toe. Dat is lastig, psychologisch gezien. Want je hebt in feite niet, ja, maar nu ga ik te veel betalen. Wel, weet je, mensen worden heel erg angstig van, oh nee, dat wil ik niet. Want dan lijkt het alsof je profit minder gaat worden. Maar wat je in feite wil, is, je hebt het dus goed gezien, de markt gaat de kant op. Dan wil je volledig meedoen met je volledige positie, dat de markt je kant op gaat. Nou, dat doen we, dus, dat is dus reverse scaling. En dat is, in de praktijk zie je wel bij veel mensen, ook bij de ervaren jongen, dat het vaak erg lastig is. Ik zie een kleine commentaar, ik middel alleen op de FIBO-levels. Hey, dat kan ook, Fibonacci retracements. Dat is, ik koop mijn FIBO 125, 140 en 161,8. Ja, why not? Ja. Fibonacci retracements zijn een goede tool. En als je daar een goede, net als jij zegt, een systeem hebt opgevoed, een gevoel gekregen hebt waar je middelt, why not? Of course. Zeker. Grote partijen eigenlijk, Marco, jij bent al lang op grote partijen werk experience geweest. Zijn midden toch altijd? Ik ken geen grote partij, denk ik, die opeens haar grote pakket gaat verkopen. Dat kan niet. Dat kan niet. En dat is ook niet slim. Kijk, als je grote partijen, toen ik dus vroeger bij ING werkte, dan moet je vaak echt letterlijk gewoon miljoenen aandelen kopen of verkopen, of de waarde van echt tientallen miljoenen, die kan je niet in één keer in de markt zetten. Soms was ik een week bezig om van één positie van een Royal Dutch af te komen, of te kopen. Of dat ik aandelen Apple moet kopen, of dat ik aandelen Amazon moet kopen. Of dat ik aandelen moet kopen van een midcap fonds, dat is veel lastiger. Die kan je niet in één keer in de markt zetten. Dus die moet je verdelen over dagen, soms weken duurt dat voordat je je positie hebt gevuld, of dat je hem kwijt bent. Dus daar is in principe niks geks aan. Ook voor een daytrader is dat niet zo. Het is ook niet al te slim als je in een iets meer illiquide fonds zit, midcap, smallcap, weet ik niet wat slim is, maar in een iets kleiner fonds zit en jij komt aan met je grote size, ja, dan word je meteen gepakt. Ja. Want die jongens zien dat en dan word je meteen gepakt. Ze zetten je meteen scheef dat je eruit. Geloof me, dat gebeurt echt. Precies, ja. Dus je moet er gewoon tactisch mee omgaan. En dat doen we ook wel eens vissen, dat je bijvoorbeeld als je 1000 stuks wil kopen,
dan gooi je hier 95 in, dan gooi je daar weer 115 in, dan gooi je er 60 in, dan gooi je er 200 in. En gewoon kijken hoe het allemaal gaat reageren. Kijk, in grote aandelen maakt dat niet zoveel uit. Maar juist als je in iets kleinere aandelen zit, of in iets kleinere markten zit, nou, dan kan het vaak een heel groot verschil maken. Om een positie op te bouwen. Thanks man. Ja, echt. Nou, hier zien we, hier heb ik even, dit is de AX van vorige week. Die blauwe box hier, heel simpel aangeven, als je dit zomaar identificeert als een koopzone. Dus zomaar zeggen van dit level tot dit level. Nou, hier kan je kopen, nou, weet je, als het tegen me ingaat, koop ik op deze niveaus. Als het bij me meegaat, dan koop ik hem tot hier en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dus dat wil ik even gratis weergeven, zodat je dit dat even duidelijk wordt hoe het wat. En hier heb ik het dus, hier ga ik ook even tekenen. En laten we zeggen dat we hier momenteel zitten, als de markt hier 50 is. Ja. Laten we zeggen dat de markt nou naar beneden komt. Dit is maar scenario 1. Hier krijg je eerst veel. Je wil een positie opbouwen van 1000 euro. En dit is een voorbeeld. Dit wil niet zeggen dat je dit altijd moet doen, of dat het de beste manier is om het te doen. Je kan het omdraaien. Zeg van, nou, weet je, ik doe eerst 250 euro. En dan als laatste doe ik 500 euro, plak van mijn stop los, dat kan. Daar zijn geen regels voor, dan moet je gewoon zelf aanvoelen. Of zelf daar een logica voor hebben wat jij denkt dat het beste voor je is. Dit is puur een voorbeeld om even om mijn punt duidelijk te maken. Laten we zeggen, je wil de helft van je positie wil je gevuld hebben op 50 en die krijg je. En hij zakt iets verder weg. Nou, op 49 koop je 250 bij euro's, 48 koop je 250 bij. Dus dan zit je gemiddeld long, even rekenen, op 49 en een kwartje. Dus hier van de gemiddeld long, hier is je stop los. Dus wat is in feite je maximale verlies? Dat is dit. En hier ga je er, no matter what, ga je hier uit, klaar. Maar ook het omgekeerd kan gebeuren. Af naar beneden. Je 500 euro krijg je veel. En warempel, hij gaat omhoog. Dan kan je twee dingen doen. Of je blijft zitten met die 500 positie. En we hopen dat die verder zal stijgen. Of wat je doet, is je koopt voor 250 euro bij op 51. En voor de 250 euro koop je bij op 52. En wat je met je stoploss doet, die schuift gewoon omhoog toe. Dus je laat je niet liggen hier. Waarom zou je dat doen? Als je naar break-even schuift, hier, op 51 kortje, heb je 50 graden streep. En dan gaat hij naar beneden, dus dan wordt eruit. Ja, jammer dan, wat er kan gebeuren. He? Maar ik zou hem nooit hier laten liggen, want waarom zou je? Ja. De markt hier gaat met je mee. Dus dit is dus een voorbeeld van scaling op de downside en naar de upside. Dus dit is de reverse scaling. En dit is zeg maar, de gewone scaling, als het sterker ingaat. Maar als je zo naar een positie kijkt, en dit bedoel ik dus met dynamisch, want soms om die veel te krijgen, ja, dat duurt misschien een half uur. Misschien krijg je het binnen 2-3 minuten, misschien nog eens binnen een paar seconden. Dan moet je misschien zorgen gaan maken als het zo snel tegen je ingaat of het dan wel slim is. Dat kan. Maar ja, dan ben je er tenminste snel uit. Dus er kunnen er geen grote ongelukken gebeuren. Nou, maar soms duurt het proces, kan misschien gewoon een uur duren. Als jij in een kleiner fonds zit, dan is je maar te kijken en te wachten. Ja, god, weet je, ja, wat moet ik doen? Nou, als je het van tevoren hebt bedacht, als de markt gesloten is of s'avonds wat dan ook, van tevoren nadenken op die en die levels, op die referentie, kun je bouwen een positie op. Ja, jongens, het gaat niet altijd zo snel. Ja, of je moet op oliefutures zitten, wat razendsnel gaat. Dat kan, maar daar verliezen de meeste mensen geld mee. Dus laten we zeggen dat we dit spelletje hanteren. Als je hier gewoon niet van bewust bent dat het mogelijk is en dat het gewoon goed uitvoerbaar is, nou, dan denk ik dat hoe meer je van tevoren weet wat je risico is en hoe je een positie op gaat bouwen, geeft meer rust. En ik denk dat het efficiënter is dan dat je gewoon alles hier op 50 koopt. Want als je namelijk meteen een euro scheef zit, dan zit je met je hele positie meteen een euro scheef. Dat is vervelend, want hier verliezen we maar zoveel. Kijk, als je hier in blijft zitten, dan verlies je een knaak. En hier niet. Dat is ook iets om over na te denken. Ja, scaling is echt heel belangrijk. En als wij hebben het ook met de pool te doen, beleggers. Als je langtermijn belegt, ja, dan doe je eigenlijk. Daar ken ik niemand bijna die niet scaled hoor. Dat sowieso. Ook, maar in daytrading is hetzelfde. Is het ook zo belangrijk om zijn niveaus te gaan. Eerst nog een commentaar met die Fibo level scaling. Daartussen ja. Doet die deelnemer helemaal niks. Ja, dat is toch een regel. Kijk, als jij inderdaad in Fibonacci's, als je daar waarde aan hecht en je denkt dat je daar geld niet verdient, tuurlijk, waarom niet? Ik heb er ook eens naar gekeken, tuurlijk. Als je precies al die levels weet waar je veel wil krijgen, nou, dan is het een kwestie van erop wachten tot het gebeurt. En je hebt eigenlijk je order al ingevoerd,
Op het moment dat de markt op je level komt, druk je gewoon op die knop. Dus dan hoef je niet meer na te gaan denken. En dat is ook waar heel veel traders zo de fout in gaan. Die worden helemaal nerveus. Want dan is het eindelijk zover dat de markt komt waar die wil. En dan worden ze nerveus. Dan gaan ze allemaal scenario's bedenken. Van, oh ja, maar wat was dit? Oh ja, maar wat was dat? En dan gaan ze allemaal andere dingen erbij halen. Hè? Wat in feite totaal niet relevant is. Want je hebt het denkwerk heb je al gedaan. Namelijk op gisteravond of morgen toen de beurs al dicht was. Ja. En dit is echt een eye-opener, ook voor mijzelf geweest. Vroeger zat ik ook, hè, als de beurs open gaat, hè, ik denk heel veel Amerika, om 3:30 gaat de beurs open en dan ga je nadenken. Dan ga je al het nieuws kijken en ga je kijken, oh, wat zijn de top movers van vandaag, die allemaal met de gaps openen en dan pas, oh, wat is er allemaal aan de hand. Dat geeft zoveel onrust, dan ga je gewoon fouten maken en dan verlies je totaal de edge, totaal. Dus goed voorbereid zijn om te weten waar de referentiepunten zijn, waar je levels zijn. Hoe je dat gaat behandelen, hoe je dat gaat. Dit is een business. Dit is geen spelletje. Ik zie dit als een business. En er is geen enkele business person in de wereld die zomaar at random. Ik zal maar zien wat er vandaag gaat gebeuren. En dan verlies je geld. Zo simpel. Dan verlies je gewoon geld. Dit is een business. Als je slim bent, en de meeste van ons zijn vrij slim, want anders duurt het business niet. Weet je, dan denk je over na. En dan voer je het ook uit. Ja, en dat absoluut. Is een beetje onaardig. Ik wil niet onaardig zijn, maar ik heb zoveel jongens voorbij zien komen. Echt honderden jongens voorbij zien komen in de jaren. En het waren allemaal wel slimme jongens. Alleen ze snappen niet wat het takes om een goede trader te zijn. Want eigenlijk ben je meer analist dan trader. Want een trader voert alleen een order uit. En zo moet je het zien. Ja, absoluut. En daarom bieden wij ook, Robert en ik als analisten hier bij IEG, een dagelijkse marktupdate om belangrijke informatie uit te geven. Screeners, ideeën die wij creëren als technische analyse, wat niet bedoelt dat dat een trade is, maar dat jij met een mooie koffie morgen ook een beetje kan prepareren en jouw eigen inspiratie groter maken en jouw ideeën dan pakken, natuurlijk. Ja, hier zitten we. Stoploss nemen, of dus stoploss en de winst nemen. Hoe en waar bepalen we onze stoploss? Ja, goed, dat hebben we net al een beetje toegelicht. Wat je sowieso, ik heb een klein beetje tekenen, waar je over na moet denken in je stoploss. Als bijvoorbeeld een margin, laten we zeggen, je hebt een dubbele top, een klassieke dubbele top. Een klassieke dubbele top, dat is natuurlijk geen gelijke, maar dat is niet zo. Dit is een klassieke dubbele top niveau, dat is deze. Maar stel je wil gaan kopen hier, toch heb je de vertrouwen en je denkt van, nou weet je wat, ik wil hem kopen. Als mensen hem hier kopen, want ze zien natuurlijk dit, oh, ik ga hier kopen. Waar leggen de meeste mensen hun stoploss neer als ze hier gaan kopen? Die leggen hem natuurlijk hier neer. Dat doen de meeste mensen. Dat doen, denk ik, 95% van de daytraders, van de retail traders, die leggen hier. Want dan denken, ja, ik ben slim. Als dit level breekt, dan ben ik veilig. Hè? Dat doen. Professionele traders denken niet zo. Die denken anders. Want die weten namelijk waar de pijn zit. Wij weten waar de pijn zit voor retail traders. Die is namelijk hier. Dit is de puke moment. Wat gebeurt er dan vaak? Gaat omlaag, 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 omlaag. En hij berekent, ja hoor, dan zie je al je stoploss afgaan. En wij hebben software dat we dat kunnen zien. We hebben bepaalde software. Hè, dan zie je zeg maar, waar de agressieve koop en agressieve verkoop dingen plaatsvinden. Dan kunnen we precies zien, okay, hier alle stoploss af. Dus wat doen wij? Wij kopen hier. Omdat 9 van de 10 keer bij de first approach, de eerste keer dat zo'n level breekt, en ook al is het een monthly level of een hourly level, dat doe ik niet zelf toe. De eerste keer dat hij breekt, gaan alle stoplossen van de longs af. Wat gebeurt er? 9 van de 10 keer schiet hij terug. Maar die 5 punten wat hij terugschiet op een future, dat is $250. Op de ES future, wat ik handel. Dat was snel verdiend. En dit gebeurt vaak binnen een paar seconden. Dus als je dan nog een keer gaat en dan breekt hij hem, ja, dan is de ander dan heb je dus een shift of momentum te pakken. Dus om hier een stoploss neer te leggen, is niet zo heel slim. Als ik hem hier koop, wat doe ik? Ik leg hem niet meer met de stop los. Want ik weet, als hij doorschiet, hij gaat echt verder, dan ben ik liever hier eruit. Want hier is mijn hele momentum, het opwaartse momentum is weg hier. De edge is weg. Heb je niet meer. Ik word hier eruit geketst, dan word ik hier weer uitgeketst. Ja, ja, ik praat vaak daarover onzichtbare weerstand en steunen die jij moet erkennen. Ja. Ja. Mijn Bomidi-banden, mijn indicator met geïmpliceerde volatiliteit, is precies daarvoor gemaakt dat je precies niet daar dan jouw stop of jouw limit gaat zetten, dat je nog echt eerder of hoger moet doen. En daarom zeg ik graag onzichtbaar. Jij moet die vinden. Er bestaan software, er bestaan heel veel approaches hoe jij dat kan doen via volatiliteit, via andere
pivotpunten of volume, wat jij zeker hebt veel gebruikt vroeger, ja. Volumina te spotten, VWAP bijvoorbeeld. Dat zijn elke zulke dingen waar je dan niet precies daar bij die beeldweerstand of stijl gaat binnen of uit. Ja, en op een gegeven moment weet je dus van, oké, waar is de meeste pijn voor traders? Ja, die zit op dit soort punten. En het werkt wonderbaarlijk vaak. Je ziet ook, wat ik getekend heb, in feite, je ziet ook, dat betekent. Mensen die in short gaan, heel veel mensen gaan zo, gaan short. March schiet door, hier gaan ze eruit. Wat gebeurt er dan? Oké. Dat gebeurt zo vaak, let er maar eens op. Let er echt maar, ik heb het niet over de 1 minuut level, maar zeg maar vanaf de 5 minuten grafiek, let er maar eens op. Hoe vaak dit gebeurt. Let maar eens op een random chart. Kijk maar naar de AIX over het afgelopen half jaar, op je daily chart, op je hourly chart. Hoe vaak dat gebeurt. Hogere top, hup en terug. Ja, hogere top en terug. Hogere top en terug. Hoe vaak dat gebeurt. En vice versa aan de onderkant. Precies. En de trend gaat nog steeds omhoog, maar de trend gaat nog steeds omhoog. Maar ja, precies. Kijk, ik ben wel een trendvolger. Ik weet dat heel veel mensen zijn, maar ja, ik ben ook trendvolger, want daar is de kracht namelijk. Heel veel mensen die gaan tegen de trend in, omdat ze geloven in een effect. Ja, het zit omhoog, het moet nu naar beneden gaan. Ja, nu 3 dagen achter elkaar omhoog, het moet naar beneden. Of we zijn al een week gedaald, het moet omhoog. Volledige overtuiging. Dan gebeurt er een gaat verder en dan ben je geld kwijt. Ja. Dat de perceptie is eigenlijk op niks gebaseerd. En dan kun je allemaal indicatoren hebben die ze het gemiddelde allemaal uitrekenen voor je. Dat is leuk. Maar daar heb je in feite niks aan, want het heeft geen voorspellende factor. 0,0 eigenlijk. Omdat alle bewegingen zijn uitgesmoed. Dus zegt het Nederlands, alles is ge-erased. Alle uitslagen, het is een gemiddelde waar tegen je aan het handelen bent. Dus. Mm-hmm. Wat is je voordeel? Dat is er niet. Je weet alleen wat de gemiddelde beweging is. That's what it is. Dus dat kun je heel gauw op het verkeerde been. Het is leuk om een idee te krijgen van een trend, tuurlijk. Maar als daytrader heb je daar niet zo heel veel aan. Ja. In commentaar zie ik reborn en rebound af te wachten. Tuurlijk, dat kan je ook graag bij deze belangrijke steunen, weerstanden en rebound afwachten. En de reverse dan meenemen. Tuurlijk, dat kan. Tuurlijk, kijk. Als je bijvoorbeeld een markt hebt, hè, laten we zeggen dat dit de markt is van eergisteren. Dit is de markt van gisteren. En voor hem wil vandaag omhoog. En ik knoot die omlaag. Laten we zeggen dat dit een beweging is van 3%. Dat is een forse beweging, omlaag. Nou, waar ga ik hem kopen? Waar zou ik eventueel willen kopen? Natuurlijk niet hier. Natuurlijk niet. Als eerste waar ik naar kijk, dat is dit level. Niet precies hier. Nee, ik kijk precies eronder. Ja. Ik weet dat hier een heleboel stoplossers liggen. Dat weet ik. Ja. Dus dan wacht je totdat hij hier komt en dan moet je op je handen zitten. Want tuurlijk, hij kan, ieder moment kan hij bouncen. Dat is vervelend. Maar dat zijn ook regels, een soort van regels, voor bouncen waar je een strategie voor kan ontwikkelen. Maar in de regel, als ik echt agressief wil treden, dan wacht ik totdat hij hier komt en dan ga ik er vol in. Mijn stoploss ligt natuurlijk vlak eronder, want ik moet ook niet doorschieten. Dat kan gebeuren. En wat ik ook graag mee wil geven aan mensen, is dat met van die grote bewegingen, lees het nieuws. Alsjeblieft, lees het nieuws. Er is wat aan de hand. Als er bewegingen zijn, als er gaps zijn, als er iets is in de markt, lees het nieuws. Wees op de hoogte wanneer de cijfers uitkomen. Wat er speelt, politiek, economisch, weet wat er speelt. Wat de cijfers komen eruit. Macro-economisch zelf in Amerika, heel belangrijk. Wat komt eruit? Weet wat je treedt. Ken je product, bijvoorbeeld derivaten. Weet wat een turbo is. Weet hoe het in elkaar zit. He, of met opties, of met futures. Ken je product wat je treedt. En lees het nieuws. Ook is het een saai, maar lees het nieuws. En dat is vaak de investering, want heel veel traders zeggen, weet je, die krijgen een krantenkop, nou ja, het zal allemaal wel. Maar weet je in je nieuws? Precies, en gewoon weet dat daar nieuws is. Ik weet nog vroeger, toen ik begon, een mooie daytrade gemaakt, maar de Fed gaat om 20 uur praten. Ik denk, die trade loopt goed, ik weet niks dat Fed gaat komen, ja, en dan is die trade weg. Hè. Het was eigenlijk een mooie idee, maar dat heb je verslapen, toch? Dat daar ook nog nieuws gaan komen en de wave gaan veranderen. Natuurlijk, dat is altijd belangrijk. Zeker. Ik zal even nu. Ik weet niet hoe we zitten met de kwaliteit, Salah. Oh, we hebben al 4 minuten over. Het is. Dat weet ik. Ik praat misschien ook een beetje snel. Dat heb ik heel goed in de gaten. Ik probeer jij en ik samen. Ja, jij en ik samen, dat is altijd wel. Maar we zijn heel veel interactieve. Commentaren van onze gasten ook erbij. Dus ik zie. Wij hebben nu de uur extra over, maar jullie zijn zo goed, hoor ik. Dankjewel, Leven Demers. Het is ook een mooie
ding. Maar dan laat ons nog even over de lage volatiliteit praten. Ja. Ook in tijdens van corona zie ik nu nog geen lage volatiliteit. Maar misschien is het een kleine preparatie voor hopelijk tijden na corona. Waar misschien ook volatiliteit laag is. Maar dan wil ik ook zeggen, lage volatiliteit bedoelt niet dat de hele markt lage volatiliteit heeft. Als een markt lage volatiliteit heeft, heb je andere markten waar misschien de volatiliteit hoog is, omdat wij van correlatie praten. Dus goud en aandelenmarkt bijvoorbeeld, dat kan helemaal anders zijn. Of valuta, ja, klopt. Kijk, belaagde volatiliteit, wat wil dat zeggen? Ja, ik denk dat de meeste van ons wel weten wat volatility is. Vaak wordt ook gemeten op de index. In Amerika de VIX, wel bekend. Ja, we hebben jarenlang een VIX gehad tussen de 10 en de 12. Lager nog steeds. Ja. Wat moet je het in godsnaam doen? En natuurlijk zijn er altijd aandelen of andere dingen met een hogere volatility. Maar dat zou voor die of penny stocks of biotech aandelen of noem het op. Hè, want dat is spannend, hè, daar is beweging in. Er is verder geen enkele pijl te trekken. Het kan interessant zijn als je het nieuws kent. Maar verder, ja, met low volatility is het erg lastig. Ik als optietrader vind lage volatiliteit ook erg lastig, want dan kun je gewoon bijna geen geld verdienen. Er zijn wel strategieën voor, ook voor turbo's. En ja, aan de ene kant zeg ik altijd van, weet je, de lage volatiliteit is een reden om juist niet te traden. Hè, omdat er dus eigenlijk heel weinig kansen zijn op een grote markt. Echter, er zijn de situaties waar juist met turbo's aardige mogelijkheden zijn om toch met je leverage het werk te laten doen. Een klassieke is buy the dip. Ook in een lage volatiliteitsmarkt heb je wel vaak 1 of 2 slechte dagen in een 2 of 3 weken tijd. Dat de markt even naar beneden schiet. Nou, wat je dan kan doen, is dat je dan een turbo koopt. Zelfs zou ik nooit zo gauw voor de hoge hefboom kiezen, voor een hele hoge hefboom kiezen. Vaak is het toch wel redelijk conservatief. Omdat de leverage toch aardig is, dan mocht die markt terugschieten, dat je nog aardig geld kan verdienen. Dus wees wel van bewust dat je als je long gaat in zo'n markt, dat wel de opgaande trend nog intact blijft. Als je echt een shift of momentum krijgt in de grotere tijdskade, dat je echt ziet van hé, dat kan nu bearish worden, ja, dan gaat je niet long. Maar dan zal de volatiliteit ook toenemen. En ook hier moet je natuurlijk kijken naar de referentiepunten in de markt. Hè. Mocht die markt inderdaad, zoals vorige week, zoals de afgelopen 1,5 week toch iets afkoelen en naar beneden gaan, weet precies waar je je entry gaat timen. En niet omdat je, ik moet meedoen en dat je maar gaat kopen, zo dicht mogelijk at the money een beetje te bos gaat zitten. Dat heeft allemaal geen zin. Wees daar iets conservatiever in, want de leverage doet echt wel zijn werk. En dat geldt ook gewoon turbo, absoluut. Iedereen is wel bekend met FOMO, fear of missing out. Je wil zo graag iets doen, die beurs gaat 2 dagen achter elkaar. Ja, fantastisch, hij moet omhoog, je moet wat doen. Dat kan, maar wees dan wat conservatiever met je stoploss. En nogmaals, weet waarom het omlaag gaat, altijd het nieuws lezen. Ja, en vraag nog even naar ons beiden of wij jullie of wij vaak naar de VIX kijken. Ik doe het. Boumediebanden als mijn indicator is elke dag de VIX voor S&P 500 eigenlijk binnen. Of VDAX in Duitsland of VSTOXX voor AX. Ja, dus daarom heb ik die indicator bijvoorbeeld gemaakt. Omdat jij altijd zo, dat is eigenlijk een Bollinger Band, maar produceert op geïmpliceerde volatiliteit, Marco. Jij kent het zelf. Met impact volatility, ja. Alleen dat jij dat elke dag ziet. Dus voor mij is het heel belangrijk. Het moet niet iedereen moet zo gek naar VIX of geïmpliceerde volatiliteit zijn, net als ik, dat ik vaak opties handel. Maar het is wel belangrijk dagelijks of wekelijks even te kijken op welke terrein, welke levels wij staan. Wat zeg jij, Marco? Sorry, we zijn al bijna 10 minuten te laat nu. En, precies, ja. Nou ja, kijk, tuurlijk, omdat ik handel heel veel opties, index opties op Amerika voornamelijk. Dus ja, ik kijk natuurlijk altijd naar de volatility, want waar de volatility is, is geld. En zeker met opties, dat is een ander verhaal. Maar je moet gewoon weten, maar goh, hè, ook in de VIX, ook in de volatiliteitsindex, heb je levels. Een VIX boven de 20, dan wordt het interessant. Een VIX boven de 25, wordt nog interessanter. Een VIX boven de 60, 70, ja, gebeurt zelden. Dus als trader zijnde, ik denk ook wel dat je turbos op de VIX hebt, denk ik, is dat zeer interessant. Als je VIX boven de 20 komt, dan wordt het interessant. Als je kijkt naar een lange termijn VIX, zeg maar van de afgelopen 20 jaar, vanaf de jaren 90 tot nu, zie je de onderkant zeg maar van 8 geloof ik of 9, echt de onderkant, en dan zie je de bovenkant, ja, tijdens de spike richting de 80 gaan, en dat blijft heel even hangen. Ja, en daartussenin kan je natuurlijk, zeker met turbos, als je iets conservatiever bent, kun je hele mooie ritten pakken.
Maar een ditje tussen de 10 en de 12, ja, dat is elke dag dat je zo achter je scherm zit. Oh mijn god, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En dan ja, is het gevaar dat je dus naar aandelen gaat zoeken die dus gewoon een stuk ja, van de dealer zijn. Maar ja, ik schat je om, blijf daar nou van weg. Want dan kan je alleen maar je vingers snijden. Ook al lijkt het zo interessant. Ja, precies. Ja. En heb ik, tot slot heb ik helemaal dit, omdat ik wil het ook niet te lang maken van mensen. Beschouw je verliestrades als bedrijfskosten. Weet je? Het maakt niet uit wat voor een business je hebt. Als je een supermarkt hebt of een schoenenwinkel. Of je hebt een multinational. Ieder bedrijf heeft bedrijfskosten. En bedrijfsrisico's. Iedere sector heeft, iedere ondernemer heeft dat. Als trader zijn heb je de luxe dat je die kosten in feite zelf kan betalen. Namelijk door je stop-loss altijd te houden op een bepaald percentage van wat jij kan verliezen. Dus die luxe als trader heb je. Kun je er aan ontkomen? Absoluut niet. Bij traden hoort verliezen. It's part of the game. Als je gaat voetballen of een spelletje speelt, ga je geen tegendoel van krijgen. Dat is onvermijdelijk. Onvermijdelijk. Dus als je maar zorgt dat het niet uit de klauwen loopt. Dus die bedrijfskosten, zo moet je het zien. Het is gewoon het risico, het is de prijs die je betaalt om erachter te komen of iets wel of niet werkt. En als je dus echt 4-5 keer achter elkaar een verliestrade hebt, dan moet je nagedenken of je strategie goed is of niet. Hè? En ook in series van trades. Je bent niet zo goed geslept als je laatste trade. Als ik gisteren een goede dag gehad heb en ik heb nu in de ochtend 2-3 slechte trades gedaan, ja, dat gebeurt wel eens. Maar dat wil niet zeggen dat ik een slechte trader ben. Hè? Nee, absoluut niet. Kijk, gebeurt het dagenlang achter elkaar. Ja, dat is misschien een ander verhaal. En je moet jezelf altijd een eerlijke kans van slagen geven. Je moet je trades een eerlijke kans van slagen geven. Dus de stop los, niet te snel eronder leggen. Niet op die 1 minuut gefixt te traden, want je er weer uitgestopt 10 keer op een dag. Dan raak je jezelf vertrouwen kwijt, dan raak je je geld kwijt. Schiet niet op. En je moet je trade ideeën in jezelf. Geef ze een eerlijke kans. Dit is een verdomd lastige business. Ik durf te beweren dat het de meest lastige manier is om je geld te verdienen. Het is de moeilijkste manier om makkelijk geld te verdienen. En daar wil ik eigenlijk wel mee afsluiten. Dus denk daarover na. Dat is een goede woord. Ik zie nog heel veel feedback. Leuke sessie met Marco. Graag meer van dit. Dat gaan we zeker doen, Marco. En ik verspreek jullie ook dat deze feedback niet gekomen is. Dat wij in het volgende met Marco dat ook met onze platform en trading eigenlijk met charts dan verbinden. Daar denk ik, daar kunnen wij graag nog iets doen samen. En ik denk, wij zien ons ook nog vis-à-vis in een event, hopelijk als corona meer en meer weggaat. En dat wij grote eventen kunnen doen op het busvoor, Damrak, busplein. Ja, dat is mooi. Graag gedaan, deelnemers. En dank je wel, Marco. Het was echt interessant. Dat wist ik al. Dat heb ik al verwacht. Beter dan in trading. Daar ben ik beter dan in trading. Maar het was lauw. En ik zie ook echt goede commentaren, goede feedback. Ik hoop, jongens, ik hoop, kijk, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het voor IG doe, dat ik het zo met de web. Dus voor mij is het ook nieuw. Ik doe het niet dagelijks. Dus ik ben er heel erg van bewust dat ik misschien een beetje snel praat, misschien een beetje onduidelijk praat. Dat ben ik ervan bewust. Ik zal eraan werken. Daarom loopt het misschien ook een beetje uit. Misschien word ik af en toe te enthousiast met dingen, dat weet ik. Maar ik beloof beterschap daarin. En dat we ook binnen het uur blijven. Nou, dat was heel goed en duidelijk. En wij hebben heel veel goede basics vandaag weer goed verstaan. En ik denk dat het is een zeker meerwaarde. En tot het volgende, denk ik. Deelnemers, dankjewel voor jullie interactiviteit. Het is ook als het een beetje langer heeft geduurd. Maar het was leerzaam, waardevol, denk ik, hopelijk. En als jullie nog meer feedback hebben, graag naar onze IG klantenservice daar nog een feedback geven. Marco, bedankt, dankjewel. Alles samen, blijf gezond en succesvol in het trading, iedereen. Ja. En dan zeg ik tot ziens. Tot zo. Ciao. Ciao.